Hey, dit is Colin Gaat, mijn vlog over sporten bewegen in Stadden Ommeland. Ik ben bij het Willem-Alexander Sportcomplex op Zernike. Vandaag ga ik om de waterhockey in. Hey, ik ben Colin. Erwin. Hey Erwin, wat is onderwaterhockey? Nou, onderwaterhockey is een soort hockey onder water. Ja, dat is duidelijk, ja. Je hebt een puck van 3 kilo, die ligt op de bodem. Ja. Twee ijzeren doelbakken. Dan speel je 6 tegen 6. Dan is het de bedoeling dat je met een stick van dit formaat in je hand dus probeert samen te spelen en te scoren bij de tegenpartij. Dat klinkt, behalve ingewikkeld, ook wel vrij heftig. Ja, klopt. Dikke teug adem en duiken. Klopt. En het is ook wel een beetje een agressieve sport. Agressief? Ja. Ik begin er steeds meer zin in te krijgen. Je kunt eigenlijk niet echt goed om je heen kijken. Je ziet en je hoort niet zoveel. Als er iemand opeens uit het niets komt, het kan zijn dat je dan een keer een klap in je schouder krijgt. Oh, ja. Of als je net wegdraait, dat je per ongeluk iemand een trap in zijn buik geeft. Dan ben ik in ieder geval voorbereid. Ik heb even een kort programmaatje samengesteld. Ja. Even een paar snorkeloefeningen. Een paar oefeningen op de bodem. En dan gaan we kijken of het lukt om een partijtje te spelen. Oké, een partijtje? Ja. Nou, we gaan ervoor. Helemaal goed, joh. Gaan we even wat spullen voor je zoeken? Oh ja, spullen. Ja, zo ziet het er goed. Ja. Het ziet er hartstikke goed uit. Perfect, hè? Ja, helemaal perfect. Oké. Jij bent klaar met water in te gaan. Oké, let's go dan. Let's go. Ja, ik vind het dus echt lastig met die snorkel. Ik raak een beetje paniek. Wat ik mijn allereerste training heb gedaan is gewoon helemaal zonder snorkel. Oh ja? Dat maakt het voor mij even makkelijker. En dan kun je dat snorkelen wat laten leren. Stap voor, dan zetten we allebei naar de puck toe. Ja. Degene die hem het eerste heeft, die zet er even mee. Ja. En dan probeer je te schieten. Sjoef, sjoef, sjoef. Doe nog even. Eerst goed. Ik heb de smaak weer te pakken. Waarom doe je onderwaterhockey? Ik hou van zwemmen. Ja. Het is driedimensionaal. Tegenstanders kunnen van alle kanten komen. Boven, beneden, naast, links, rechts. Ja. Ja, dus het is gewoon een heel chillen sport. Wat vind je nou het allertofste aan onderwaterhockey? Ik denk de combinatie van heel veel elementen van teamspel zonder communicatie. Adem inhouden, toch kunnen presteren. En de competitievermogen ook met jezelf en met je teamgenoten. Hoe belangrijk is sporten voor jou in jouw leven? Goed. Ik denk het allerbelangrijkste in mijn hele leven. Is het echt? Ja. Waarom? Het is voor mij meer dan alleen sport. Je kunt je emotie erin kwijt. Ik krijg er energie van. Hoe meer ik sport, hoe fanatieker en energieker ik word. Dat merk ik op de lange termijn helemaal. Het helpt mij ook om door de dagelijkse sleur heen te komen. In negatieve periodes van mijn leven heb ik meegemaakt dat ik gestopt ben met sport. Dat ik echt aftakelde. Ik zat gewoon thuis in een depressie. Door weer te gaan sporten ben ik weer bovenop gekomen. Een natuurlijke antidepressiva. Zeker. Ja, dat was het inderdaad. Zo kun je het bekijken. En nu gaat het helemaal goed met je? Ja, zeker. Zo. Ik denk dat jij wel klaar bent om een partijtje te spelen. Voor de rest nog tips? Nou, een beetje egocentrisch, gewoon zelf proberen te scoren. Egocentrisch en proberen te scoren? Ja. Oh, dit is echt heel pittig. Het is ook zo diep ineens. Ik ben net ongeveer nog niet eens helemaal op de bodem. Ik ben helemaal back-off. Helemaal buiten adem. En zie ik al die gasten achter een pukje aan knallen. Het is echt een hele pittige sport. Maar ik kan me voorstellen dat het wel heel leuk is als je het een beetje onder de knie hebt. Ja, ik wil eigenlijk nog wel even scoren. Oh, echt een golazo in het onderwaterhockey.
Oh joh, geanceneerd of niet, ik ben er toch echt blij mee. Lijkt je nou leuk als ik een keer kom mee sporten op wegen met jou of jullie? Stuur me een berichtje, @gewoongaantv. Of naar de website www.gewoongaan.tv. Tot later.